ben lekker gezellig bij Arie geweest. Ik ben al een uur of 12 ongeveer. Voor 12 ben ik naar Arie toe gelopen. Ik ben lekker gezellig. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En dat lijkt echt ook letterlijk. Kan ja. Ik heb ook letterlijk net gedoucht. Oh, wat is dat even lekker. Een douche gepakt hebben. Nu even lekker Ganja eten geven. Wat ik ook ga doen is even lekker even raam open doen. Om hier koel laten worden. 27 graden, dat valt nog mee. Dus het is al wel wat opgekoeld. Maar ik vind dat er nog meer kan. Dus wat ga ik doen? Ik gooi even lekker. Zometeen, wacht. Want ik ga eerst editen natuurlijk. Een rolgordijn omhoog. Maar, dus ga ik dan nu even lekker een bakje koffie zetten. Dat is wel lekker. Met de kop van Toast. Deze kopjes heb ik van Toast gekregen. Van Olive. Want die waren van haar moeder. Dat weet ik ook nog. Dat had ze verteld, dan zei wij de spullen niet. En toen dacht ze aan mij om hem mij te geven. Nou, dat is bijvoorbeeld ook met dit. En deze twee heb ik ook van haar gekregen. Ja, wat heb ik nog meer van mijn toast gekregen? Dat is wel wat. Voor mij deze stamper. Deze nog. En ik heb wel wat dingen gehad van haar. Ook voor mij die glazen van wijn. Die daar boven hangen. Echt best wel veel dingen van Toast gekregen. Maar de kopje blijft de mooiste herinnering. Ik drink het al elke dag. Mijn mooiste kopje vind ik trouwens. Ga ik zo meteen even pakken. De... Van Douwe. Deze namelijk. Dit vind ik lekker om uit te drinken. Maar dan ga ik nu even lekker koffie zetten. En lekker waar... wakker te worden. Ja, ik wou zeggen eigenlijk slapen, maar wakker te worden zonder. Dus, let's go. Even lekker wakker worden. Ik dacht trouwens op mijn PostNL app dat ik post had. Dus dan ga ik even kijken en dan kom ik zo bij jullie terug wat de post is. Ik ben wel benieuwd naar. Ik ga dus even snel naar beneden lopen. Kijk wat de post is. En dan laat ik dadelijk aan jullie zien wat het is. Ik zat te kijken, maar misschien moet er nog binnenkomen. Ik heb hem helaas nog niet binnen, maar ik kreeg echt letterlijk in mijn app dat ik ze binnen zou krijgen. Ik ga even nog een keer kijken. Even kijken hoor. PostNL. Misschien staat de tijd aangegeven hoe laat hij binnenkomt. Even kijken hoor, waar staat die app nou joh? Ah daar. Even kijken hoe laat hij binnen zou komen. Misschien staat de tijd aangegeven. Dan ga ik om die tijd ongeveer ga ik gewoon kijken. Want ik ben benieuwd wat er is. Wat voor post. Ik heb wel wat dingen besteld. Maar... ik heb nog meer twee dingen voor mij besteld. Twee dingen. En ik ga dat nog niet zeggen. Ik wil ook nog verrassing houden. Want het is niet leuk, anders want ik zei daar net dat ik ze zou laten zien. Het duurt nog wel even lang met laden. Soms als zo, soms heb ik sowieso geen geduld ervoor. Om het duurt heel erg te lang. Wat zou het zijn? Weet je, ik kom zo nog op terug wat, hoe laat hij zou komen. Ik ben lekker gezellig bij Arie geweest. Ik ben al een uur of 12 ongeveer. Voor 12 ben ik naar Arie toe gelopen. Ik ben lekker gezellig bij hem gegeten. Het was super gezellig even met hem te babbelen. En ik dacht, weet je, privé dingen. Vocal is. Vandaar dat ik daar dan heb gevlogd. En ja, nu ga ik dan lekker richting huis toe. En dan even snel Gaia eten geven, want die hebben nog niet eten gehad. Ga ik ook snel even eten geven. En wat ik al zei is vandaag dat ik post zou krijgen. Dus die ga ik zo meteen even bekijken wat het is. Ik ben nog steeds nieuwsgierig wat eigenlijk wat in de postvak zit voor mij.
Dus we gaan we zo meteen zien. Gaan we zo meteen even lekker kijken. En ik ben benieuwd. Ik heb nog niets bijgekregen. Ga ik zo meteen ook voorlezen. Dit is over een kaart van Toos. Heb ik gekregen. Dus. En misschien vaak ik in geval. Ik ga in ieder geval ook vaak naar Arie toe. Maar eerst even Ganja eten geven. Natuurlijk nu. En kijk wat in mijn postvak zit. Ik ben benieuwd. Ik heb hem nou binnen. Die ga ik dan nu openmaken. Dus laten we dat even doen. Ik ga maar het pakketje maar openmaken. Zo. Kijk wat erin zit. Misschien weet ik al wat het is. Nu weet ik waarschijnlijk wat het is. Zo. Zo, het zit echt heel goed vast hoor. Ja, wat ik al dacht. Ja. Oh. Wauw. Bailey. Ik heb er nog bij gekregen. Bailey. Allemaal foto's toen met opnames van alle fotoshoots van wat was het ook weer? Ik kan het even niet meer herinneren. Allemaal foto's. Die heb ik waarschijnlijk van mijn vriendin gekregen. Die heb me opgestuurd voor mij. Super lief. Schat, dankjewel dat je dat gedaan hebt. Super lief van je. Oh, dat krijg je hier. Oh, het is zo mooi om te zien dit. Vooral deze blijft wel een leukste, vind ik eigenlijk. De Ganja. Dit was allemaal van de opname van Markant. Dat wou ik zeggen. Oh, ik weet al waar die genomen is. Ja, die blijft ook wel leuk. Die ga ik hier even in een fotolijstje doen, deze allemaal op deze foto's. En schat, dankjewel voor foto's. Deze is al heel veel tijd geleden eigenlijk. Heel lang. Ah, leuk. Mooie herinnering. Dus dat waren dat ik zou krijgen. En als het goed is moet ik nog iets krijgen, maar dat komt nog wel binnenkort. En waar ik ook op terugkom. Dat ik vandaag even langs Arie ben geweest natuurlijk. Kaart van Toos. En toen heb Arie nog even snel achter wat achtergeschreven. En dan staat in. Sander, je had een speciale plekje in het hart van Toos. De foto van het hart hierboven zegt precies hoe zij over jou denkt. Groetjes Arie. Want in dat hart staat, jij bent heel speciaal, fantastisch, dierbaar en absoluut onvervangbaar. En de raarste is dat ze op 22/22 is overleden. Wauw. En er staat al helemaal tekst ook opgeschreven. En super leuke foto van haar. Super leuk. Mooie aandenking, ga bij mijn opa denk neerzetten. Toos zat ook in mijn hart en ik zou dat nooit meer vergeten. Nou, ook raarste is 22 augustus 1994 geboren. Wauw. Ja, dus dat waren het wat ik even wou laten zien. En Ganja heeft net ook eten gegeven. Je zit daar niet te eten als het goed is, zoals jullie kunnen zien. Voor zekerheid is het zo. Zien jullie hem eten? Daar zo. Dus hij zit altijd op die manier, altijd. En ik heb een gezellig, hoe noemen we het? Bietsalade gegeten, rode bietsalade. En dat was ongelooflijk. En wat ik ook heb gedaan, is lekker raam opengezet. Want het is echt enorm benauwd hier in huis. 26 graden zelfs. Op het moment ben ik nu onderweg naar mijn moeder toe. Wauw. Van mijn moeder, van Arie, naar huis en van huis weer naar moeder. Ik weet jij, dacht ook een tijdje geleden dat ik mijn moeder heb gezien. Dacht, ik ga even killen, even gezellig. Langs mijn moeder, dat is ook eens gezellig. Dus laten we dat even doen. Ja. En het is heel apart het weer vandaag. Het zonnetje schijnt.
Maar veel minder dan gisteren, natuurlijk. Gisteren was de laatste dag dat het ongeveer 30 graden was. En nu 24. Als ik het goed heb. Morgen wordt het ook minder. Wordt er als het goed is. Ook 24, 23, een van die twee. Maar ik ga nu, wat ik al zei, richting moeder. Ga ik lekker een bakje doen bij mijn moeder. En toen was het een uur of 11 uur geweest. En toen ben ik weer bij mijn moeder langs geweest. Het was super gezellig. Lekker gekletst over alles en nog wat. Lekker bakje gedaan in ieder geval. Dat heb ik eigenlijk snel gedaan allemaal. Langs Arie geweest. Ja, daar was ik wel een uur of 1 ongeveer. En toen ben ik daar ook nog gegeten. En dan ben ik een uur of 7:30 bij Arie vandoor gegaan. Daarna ben ik gelijk naar mijn moeder toe gegaan. En nu weer richting huis toe. En het is ongeveer 11 uur alweer. Toch? Nee, 10 uur. En het is nog hartstikke licht. Serieus. Wauw. Best wel laat nog dat het te donker gaat worden. Ik denk pas 10:50. Want het begint nu al langzaam donker te worden. Lampjes die jullie misschien al aanzien staan. Wauw. En nu ga ik nu lekker richting huis toe. Het was super gezellig even lekker bakje te doen. Het is altijd leuk natuurlijk. Lekker praten over alles en nog wat. En ik was toevallig bij Arie ook natuurlijk vanmiddag. En op een moment had ik over het programma net even anders met het Arie. En er kwam weer het Vlinder voorbij. En weg daarna. Hoe apart is dat? Zo van dat Toos in de buurt was. Zo voelde het. En dat zou zeggen dat ze trots op me was. En dat weet ik natuurlijk wel. Ik hoorde het al heel veel mensen via andere mensen zeggen dat ze algemeen trots was op oppaskinderen. En dat is, ja. Maar ja, overdag ook gesproken, ik ben nu nogmaals onderweg naar huis toe. Ga ik lekker even lekker bij de kamer de hele dag. En dan lekker eigenlijk, nu eindelijk lekker op mijn reet zitten. Om zo te zeggen. En dan lekker, ja, ik zie wel wat ik ga doen eigenlijk. En ik was trouwens net toen al onderweg naar mijn vader en moeder was. Ik wou zeggen vader. Was ik helemaal niet langs geweest eigenlijk, maar moeder. Toen zag ik bij de Gouwenplein al dat de handhaving was en politie. Dus ze zijn nog volop controleren daar zo. Dus ook even gelijk een mededeling zeggen. Vooral loop ik hier langs in het politiebureau nu ook. Maar ja, ik ga nu lekker richting huis toe. Let's go. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Al is het buiten ongelooflijk lekker. Cool nu. Het was even voor de lange tijd, 3 dagen dat het warm was, is een keer lekker om lekker koeling in huis te krijgen. Man, mijn kachel, de temperatuur gaat bij mij nu wat lager. Dit is nu 25 graden. Maar kan nog naar beneden, nog meer naar beneden vind ik. Maar ja, ik ga nu klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik doe deze van zo naar beneden. En dan ga ik lekker mijn bedje opzoeken en lekker mijn bed in. Dus, ja. En ik kan tegen jullie ook vertellen dat ik een super leuke dag heb gehad. En nogmaals, zoek voor zekerheid ook gewoon privéverstandigheden dat ik even een keer niet bij Arie heb gevlogd. Misschien komt dat dan wel een keer, misschien ook niet, we gaan het zien allemaal. Ik ga in ieder geval nu lekker mijn bedje opzoeken. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Ja, en van genoten hebben. Dus ik ga nu lekker alles dicht doen. Zo, even gordijnen dicht. Zo. Dus, vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En vast duimpje achter te laten. Een leuke reactie beneden. En zeg ik alvast veel kijkers weer. Goed nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij. Later. Yes,